Niet hier de 5000 meters. 2-voudig Olympisch kampioen. 8-voudig wereldkampioen. Geen andere podiumplaatsen. Alleen maar goud. Dit is de afstand van Sven Kramer. De beste man ter wereld. Maar sinds dit seizoen niet meer de snelste man op de 5 kilometer. Dat is Tedjan Bloemen. En dat zal hem prikkelen. Deze Sven Kramer. Goeie start. Kooijman is een slow starter. En kruist meteen achterlangs. Het zegt alles over de bedoelingen van Kramer, die een beetje merkwaardig uit de startblokken wegkwam. Kijk maar, hij gleed wat weg. Hij gleed weg met rechts. Ja. Maar herstelt dat onmiddellijk. Ja, Kramer is wel iets van plan. Die start, dan pakt hij meteen zo'n groot verschil. 29-4. Was nog voorzichtig. Dus een hele snelle stap. En dan toch een voorzichtige rond. Hoe zat het ook alweer met de Nederlandse afstandskampioenschappen? Dat was in oktober. Waar Kramer de winst pakte. Daar won hij met 6-16. Wat reed Bob de Vries zojuist? 6-15. En dat onder omstandigheden waarvan we denken zojuist dat het nog gezegd was. Ja. En ook toegegeven door de ijsmeester. Het was niet optimaal. Maar dus Bob de Vries is heel goed bezig geweest. Maar Blokhuizen en Bob de Vries reden sneller dan die wedstrijd. Kramer reed dit jaar met de wereldbeker 6-12. De 6-15-0 is de derde tijd dit jaar gereden hier in het Tialf. Het is gewoon een hele goede tijd van Bob de Vries. Precies. Dus Kramer weet wat hij moet in elk geval die 6-15 gaan aanvallen. Maar dan moet het sneller dan dit. En voorlopig is Kramer langzamer dan de Vries in de tussentijd. Kooijman met die korte slag. En dit is de Vries. Nou, een mooie rit. Een man met goed op Blokhuizen. Een prachtige erelijst. Maar dan moet je vooral kijken naar het marathonschaats. Inmiddels is Bergsma aan het inrijden. 29-7 voor Kramer. Ook Kooijman. Kooijman die dus bij de start tijd inleverde, maar nu dezelfde rondetijd rijdt als Kramer. Kramer moet sneller, het moet naar de lage 29ers. Het gaat niet snel genoeg. Kramer kan natuurlijk schema rijden. Ritme is goed, dat wel. Maar waar ligt nog marge? Bob de Vries reed 29-5, 29-6. Rondebord staat op 7, nog 3 kilometer dus. En de Vries kwam door in 2:46.2. Te langzaam, 29-9. Ook Kooijman naar de 29-9. Het moet sneller. Dus Kramer levert per ronde in ten opzichte van Bob de Vries. 2 seconden boven het schema. Het gaat niet snel genoeg. Dat zie je niet vaak. Dat Kramer vingers omhoog krijgt op zijn favoriete afstand de 5000 meter. Nou is er voor Kramer niet gelijk iets aan de hand als hij niet top 2 rijdt. Hij is eigenlijk de enige man met een beschermde status. Het zou wel heel verrassend zijn als Kramer hier niet zou winnen. Vooralsnog heeft hij een achterstand ten opzichte van het schema van Bob de Vries. Ritme gaat nu omhoog. Die 30 was te langzaam. Hij gaat naar de 3 kilometer. Gaat hij weer rijden met een afbouwend schema. Het lijkt er wel op. Oeh, het handje. Hij gleed even van de rug. Voorgaande ronde, 30-0. Dat was de eerste. De Vries kwam door. 30er. In 3:45.58. Hier Kramer staat 17e sneller dan de voorgaande ronde. Kijk. De turbo is aangezet. Je zag hem versnellen. 30-0 naar 29-3. Nu moet Kramer lager dan 29ers blijven. Of gaat hij nog sneller? Ah, de Vries had toch gewoon een lage 29er ook in de benen. Dus veel marge valt daar niet te pakken. Moet het gebeuren in de laatste rond. De Vries 4:15.31. Ja, 29-5. Dan is het verschil nog anderhalve seconde. Maar de Vries reed hier 29-7. Dus per ronde pakt Kramer nu tijd terug. Maar het gaat om tiende. En Kramer zal toch willen winnen. Het gaat hier niet om Olympisch goud. Hier valt eigenlijk niks te winnen, zegt Kramer zelf. Je kunt hier alleen maar verliezen. Tijdbeneming valt weer weg. Tussentijd 4:46.4. Rondje 29-6.
Ja, hoe spannend kun je maken? 29-3 reed. Hij rijdt langzamer. Kramer redt het niet ten opzichte van de Vries. Tot op dit moment. Wat heeft hij de Vries toch gereden? De Vries kwam hierdoor in 5.14.44 met een rondje 29-8. Nou, vergelijken met Kramer. 5.14. Die is al voorbij. Het is 5.16. Met een rondje 29-6. Hij pakt 2.10. Kramer moet knokken. En Bergsma moet nog komen. Wauw. Kramer kan ook nog derde worden. Dan is het sensationeel. Rondetijd van Bob de Vries was hier 30-0. Van de 100, van de 99 voorgaande keren won Kramer er 80. En ik kan me nog verlies herinneren van de wereldbeker in Hamar. Bob de Jong. Hij pakt die 3-10 terug, maar hij moet dan 1,2 seconden pakken in de slotronde. Dat lijkt me wel te veel. Dat gaat niet gebeuren hoor. Sensationeel. Een veehouder uit Houwen laat Kramer achter zich. Tenzij hier nog een wonder gebeurt in de laatste ronde. Binnen een seconde zit Kramer in. Kijk daar rechts onder in beeld. 6.15.06, de tijd van Bob de Vries. 6.15.06, hier is Kramer. 6.15.79. Komt 17e tekort. Kramer geklopt in een Olympisch jaar. Bij het kwalificatietoernooi. En Kooijman komt tot 6.27.56. Ja. Stof tot nadenken. Dit is het OKT. En we zijn nog niet eens klaar. Want er staat nog zo'n man. Jorrit Bergsma. Romp hoog. Hij beweegt niet lekker. Versnelde wel. Richting de 3 kilometer. En kijk naar Jorrit Adem. De frustraties. Die komen eruit.